en Svenny, hè, die kennen we wel, hè? Ja, jij kent hem, maar verder hier op YouTube kennen we niet. Iemand blijkbaar. Sorry, maar ik wilde dit helemaal niet in de vlog doen. Echt serieus niet, maar het vloekt er gewoon uit. Weet je waar je beter grapjes over moet maken? Hoe run je in vredesnaam een gaming website? Met eigen programma's, heel veel persstrips en onnoemelijk veel games te spelen. Je ziet het iedere maandag in de Gamersnet Vlogs. Jongens, het is weer zover. Ik ben aan het vloggen vanuit mijn huis. En het is zoals altijd als ik in een vlog verschijn om een upgrade in mijn setup te laten zien. Het was eerder al een bonsaiboom en daarvoor nog wat andere tech en zo. Maar nu is het, jawel, een hele tripod standaard unit arm voor mijn microfoon. En een shock mount en popfilter zoals elke YouTuber tegenwoordig moet hebben en twitcher. Zo van, oh, het moet wel in een shock mount zitten, anders stelt het niet. Hij stond heel lang bij mij op het bureau. Het is gewoon dezelfde microfoon overigens. Het is gewoon een microfoon van G&HQ, waarmee we ook heel lang Gamers het Radio op hebben genomen. Maar ik denk, ik klik hem eens een keer hierin, zodat het er tenminste professioneel uitziet. En hopelijk is het geluid, omgevingsgeluid, dan wat minder en hoor je de Xbox niet zo zoomen in de tussentijd. Maar hey, laat weten hoe het geluid klinkt op de eerstvolgende stream die ik doe of zo. Hit me up. Ik ben benieuwd. Wat vinden we ervan? Het ziet er wel gangster uit. Ja, moet ik er toegeven. Goeie aankoop, Tom. Goeie aankoop. Lang zal Willy leven, lang zal Willy leven, lang zal Willy leven in de gloria, in de gloria. Dit klinkt echt een beetje. Hé jongens. Koning Willem III is jarig. Ja. Gefeliciteerd. Koning Willem IV is het. Driewerf Hoezee. Willem III hebben we al gehad. Lesje geschiedenis. Maar wat is het vandaag? Koningsdag. Het is Koningsdag. En we zijn met drie in Utrecht. Onder de dom! Onder maar de ook dom. Het vlog is begonnen! Maar ik ga even. Doe even een pennetje. Mooie pen! Nice! Mooi. Hier begon het vlog en hier eindigt het ook. Ja, het vlog begon om precies te zijn, zelfs daar op het terrasje. Hoi, hoe is het? Gaat goed? Mooi. Met mij ook. Wij zitten hier in Utrecht. Het is nu woensdag. En Lennart kwam met het hele goede idee om te stoppen met ondertussen op G&HQ tijdens de zomer. Omdat er dan niet zoveel gebeurt. En hij zegt, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon laten zien hoe het is om Gamersnet te runnen een week. Dat is een beetje wat we doen. Dude, wij hebben de scoop. Dit is de laatste vlog van vanaf hier gaat het berg. We houden het heel veel aan. Gamersnet op. Ja. Het is gewoon klaar. Ja, wat zijn jullie aan het doen met Koningsdag? Zijn jullie ook op feestjes? Zijn jullie Netflix aan het chillen? Oude games aan het verkopen. Ja, inderdaad. Laat ons weten. Ik zag op de vrijmarkt een Game Boy Color staan. Dan kon je voor 50 cent 5 minuten Tetris spelen. Wat? Fucking vet. Waar? Fucking druk. Op de vrijmarkt. Ik ga er naartoe. Maar aan de kade tegenover de Echo. Oprecht. Super vet. Gewoon een keertje doen. Serieus. Voor iedereen aanraden. Als je in Utrecht bent. Ja, jongens. Erik, kijk die ding op. Erik. Rutjes. Dat gebeurde. Hij bedoelde iemand met heel dikke boeps die uit de jurkje vielen, maar dat ga ik niet op de vlog erbij zetten, want dat is een beetje raar als ik haar ga filmen. Oh, mevrouw. Oké, nu voor het filmen. Oké, jongens, nieuwe scoop. We zijn 3 minuten verder. We vloggen al onder 3 minuten. We kunnen ook zeggen dat het 10 uur later is. Nee, oké. Maar we zijn erachter gekomen dat Tom een baard heeft. Kijk, Daniel heeft natuurlijk dit. Ik heb natuurlijk dit laffe hoopje schaamhaar op mijn wang staan. Maar Tom... Ik scheer het altijd, man. Nee, hand weg. Nee, ik scheer het. Tom heeft ook gewoon haar. Ja! Yeah! Ik heb 2 dagen niet geschoren, dan heb ik dit. Is dat niet echt? Ja, kom op. Jawel, Tom, we zijn trots op je. Deze crappy iPhone-resolutie zie je nog steeds gewoon dat ik gewoon echt baby zacht ben. Tom, we zijn trots op je. Ja, oké. Thanks, man. Ik stoot het helemaal. Ja. Yo, Lenny. Yo, Pete. Hartelijk vrijdag. Hartelijk vrijdag, en, dankjewel, Jos. We zijn op... Dat snapt niemand. Maar we zijn op de YouTube Gathering. Welkom. Inderdaad. Daarachter... Er zijn alle meet and greet straks. Dus ik heb geloof ik 1 zit ik de hele dag. Te wachten. Handtekening uit. Dit is altijd te vragen, mensen. Niet anders dan normaal dat jij de hele dag zit en niks doet. Echt, hè? Maar hier, dit is ons plek hier. Dus we staan er echt gewoon voor. En we konden de tuk-tuk naar binnen rijden, dus easy, ideaal. En ik heb zelfs afzetpaaltjes gekocht, die je ook op Schiphol hebt, met van die gordels. Ja, inderdaad. En Peter moet ook in een stewardess outfit morgen. Ja, dat had ik afgesproken, ja. Precies.
Jongens, welkom op de YouTube-kennering. Het is achtermaal chaos met gillende meisjes en gillende kinderen. En dit is Lenny. Zeker. Die is gewoon de hele dag aan het gamen hier. Ik ben lekker Pocket Tournament aan het spelen. Vet, maar daar vlog ik niet voor. Ik vlog voor hem, die gozer die daar staat. Ook niet jou, sorry hoor. Die gozer hier. Jongens, jullie hebben haat gespuit op de winnaar van de Xbox One een paar weken geleden. Jongens, hier is hij. Daatje! Hallo. Hoe fucking gamerstaat ben je? Ja, wel redelijk. Wat game je graag? Nu op de Xbox? De Division en FIFA. Veel plezier ermee, man. Bedankt. Hij staat hier. Kijk, het was nu echt tiers druk bij het eten. Dus iedereen een beetje was gewoon heel druk. Maar je hebt ook mensen, die hebben gewoon hun eigen zitplek. Tuk-tuk. Dus ik heb een pannenkoekje meegenomen. Broodje. Lekker man. Goed geregeld. Dus Daan, even de deur dicht doen alsjeblieft. Oh. Nee! Kan niet! Deur zit op slot. Dus we lopen gelijk de tuk-tuk. Ik voel me bijna bezwaard om hier te vloggen. Waarom? Iedereen dat doen. Ja. Ja, ik ben een nul als je hier niet vlogt. Dan kijkt iedereen je raar aan van waarom heb jij geen camera? Ja. Ik heb niks te melden. Wat ben je ervan? Nee, dat is heel leuk. Ik ben het beter opgezet dan vorig jaar, maar wil je mijn echte mening horen? Kijk dan eventjes de aftermovie. Die komt online waar ik mijn... Ja, toch wel kritisch, toch rechtvaardig beoordeeld wel. Maar jij hebt het erover wat het voor gamers is. Wat? Dit is niet voor gamers. Nee, maar ik heb het er niet over. Oh, ik heb het over dat het script was. Nee, dat mag jij doen. Hoeveel jij het? Ja. Hoeveel handtekeningen heb je gezet? Zoveel. Ja, best wel veel. Wauw. Dat is wel leuk. Ja. Dat is wel een leuke bevestiging. Maar goed. Ja, ja. Bevestiging van stereotype homo's verkopen. Kijk, dit is zo sneu. Er zitten al die kiddo's daar. Net te doen alsof ze niet met mij op de foto willen, maar dat er iemand anders staat. We schreeuwen niet op Peter. Losers. Jongens, hij is begonnen dag 2 van de YouTube-kennering. Hier is Marijn. Hoi. Yo. Doei. Marijn heeft Games with shirt daar, zie je? Vet, hè? En dit is Lenny, hè? Die kennen we wel, hè? Ja. Jij kent hem. Maar verder hier op de YouTube-kennering. Goeie man. Blijkbaar. Sorry, nee, ik wilde dit helemaal niet in de vlog doen. Echt serieus niet, maar het vloekt er gewoon uit. Weet je waar je beter grapjes over moet maken? Ja, die had ik op tijd uitgezet, ja. Heel goed. Hey, wat, jij bent fanboy. Ik ben fanboy. Dude. Jazeker. Hij heeft gewoon een kutleven shirt. Ja. Wat is zo leuk een kutleven? Plug hem even. Ik wil een weinige YouTubers die niet aan fake pranks doen. Hij heeft wel een fake prank gedaan met David trouwens. Oh, wat leuk! Ja. En hij is wat volwassener. Echt? En wat leukere humor. Okay. En niet repetitief. Okay. Dus wat dat betreft... Nou, klinkt door een kut leven. Ja. Prima. Allemaal ja. Volgen. Leuk hoor. Fanboy. Fanboy. Ik heb een DDG shirt. Yay! Ja? Nee. Jij hebt een X-Files shirt. Ja, laat die bollenbuik voor je maar zien. Zo. Too soon! Ik heb net gegeten. Ja, twee broodjes. Ja. En een pannenkoek. Ik heb geen pannenkoek op pannenkoek. Oh. Nee, die gaan we niet doen. Nee, ik ga geen grapjes maken over alles wat kloot stond voor van de slijmen. Nee, ook het crap die hier loopt. Ja. Oh, zo'n lommige hier. Wat erg. Zie jullie mijn wallen? Gisteravond tot 4 uur met Tom in de kroeg gezeten. We begonnen met de Xbox Crew op Gamers Net. Nou, er vielen steeds meer af. En Tom en ik, ja, die blijven dan toch wat langer hangen, hè. 4 uur vannacht op de zaak te slapen. Kijk die vooral. Wat ben je lelijk van dit wijn? Het meest hilarische van de YouTube gathering is eigenlijk de ouders. Absoluut. Die hebben namelijk geen idee wat er gebeurt. En ze zitten met z'n allen daar. Allemaal ouders. Ze zijn allemaal kapot te vervelen. Ja, echt. Ja, wat zou jij doen? Maar dit is nog niet eens de parent. Nee. Dus daar echt verderop is het verder. Gewoon ouders gewoon echt in de hoek gedrukt. Ja. Maar goed, ja. Het hoort erbij.
Jongens, dit is de jaarbeurs leeg. Best wel bizar, hè? Ja, het is helemaal, echt heel leeg. In één keer helemaal leeg. Tuktus staat klaar, we gaan weg. Daniel en ik gaan in de auto, jullie gaan... Met de trein. Weet ik veel. Openbaar vervoer als je plebs. Precies. Hey, maar leuk dat je hebt gekeken naar deze vlog. Ja. En als je nou meer vlogs wil, moet je ons even vervolgen. Ja. Op alles. Op Instagram, op Twitter, op YouTube, op Facebook, op Gamersnet. Ja, precies. Want elke vlog komt altijd, elke video komt een dag eerder op Gamersnet.nl. Ja. Dus bedankt voor het kijken en tot heel snel weer. Zeg allemaal dag. Tjus. Dag lieve mensen. Dag Marijn. Nee? Dag lieve mensen en Marijn. Ja, oh, wel waar.